Vandaag maken de makkers pompoenen. En gelukkig weet Joost ik hoe dat moet. Voor eerst de bovenkant of de onderkant, ligt aan wat je wilt, afsnijden en dan helemaal uitlepelen. Dit vraagt om fout te gaan, hè? Joost, wat doe jij? Ik maak de onderkant open. Waarom doe je het van de onderkant? Hallo, man. Kritiseer nou niet andermans pompoenen. Oké, man, hoor je dit? Ik heb een grotere mes. Hoe krijg ik dit stom ding eruit dan? Ja. Hier, check dit. Het gaat dan niet met een lepel. Jezus fucking, hoe doe jij dat hier? Wat? Wat een kut idee. Letterlijk je eigen idee. Ik wachten tot een broodmes klaar is. Hoe doen ze dat in Minecraft? Het gaat zo snel, zo'n pumpkin carven en wij al die moeite moeten doen. Wat vinden jullie van pompoensoep? Dat is best wel lekker. Ja, wel hè. Hier, check deze fucking darme trap. Lekker. We niet gewoon een zaag ervoor in plaats van een broodmes. Joost is al zo'n tering ferro. Ja, Joost, even rust. Help ons even. Ik ga ook. Snij gewoon. Je hebt hem wel bijna. Ik heb hem. Oh, wat? Het is helemaal geen leuke familieactiviteit. Het is alleen een stress. Dit is gewoon kut. We vieren helemaal geen Halloween in Nederland. Oh mijn god. Ik heb hem. Ben je er, Joost? Ja. Waar ben je? Ik ben hier in mijn eigen. Hoi. Hoi, pompoen. Waar is die grote lepel? Ja, daar zit ik al beter mee. Hebben we nog meer grote lepel? Nee. Je hebt me één grote lepel gehaald. Ja. Kut. Zo. Nee, de stomp! Jij hebt de Esther kapot gemaakt! Ja, het was echt het leukste wat er was. Oh. Jezus, Joost. Ah, yes, mijn draadje is ingewanden. Jerry, ga eens aan de kant. Auw! Bruh. Oh nee, dit is niet slim. Nice. Bro, no way! Nice. Bro! Jezus! Kijk de kleuren van mijn pit en die van jullie. Mijn is gewoon echt zwaar over datum. Oh! Yeah! Jou is echt over datum. Oh mijn god, die versie is echt heel goor. Zie je voor heel de familie! Het is echt goor aan deze kant van de tafel. Hebben jullie al een leuk idee voor hoe je pompoen gaat doen? Ja. Nee. Ja, een vuilnisbak in. Kijk hoe goed die uitgehold zo. Hoppa! Kut Halloween. Stink Halloween. Stop. Wat doe jij? Even rondmaken. Oh, dat was het. Oh. Wat voor vriendenmakkers kijken? Of het eerste vriendinnetje van zo'n joch die kijkt van, wat kan je dit goed? Mama. Waar heb je dat geleerd? We zijn wel ineens heel geconcentreerd met z'n allen. Ja. Ik vind het heel te leuk. Moet ik echt verder nog rollen? Mijn is echt... Ja, dit is Ja, dat is gewoon een hoed. Ik wilde een fucking masker maken. Yo, hij is gewoon fucking dood, man. Pascal, kom eens hier met je vrienden. Nee, ik ga niet dat smeren, gore ding omhoog. Tuurlijk wel, joh. Ik heb haar, Joost. Bij mij gaat het erin zitten. Oh. Ik weet gewoon niet wat fuck ik ga tekenen op mijn klote poppen. Ik heb niet eens getekend, ik heb gewoon dit gemaakt. Zo blij. Ik ben die van jou toch af? Ja, hij is al af, ja. Wist je dat je verschillende pagina's hebt? Dat zeg maar niet elke pagina hetzelfde is. Nee, allemaal hetzelfde. De ene vrouw die heeft wat grotere lippen, de andere heeft wat kleinere lippen. De ene heeft helemaal geen lippen, dat kan ook. Net als dat piemels. Je hebt grote piemels en je hebt kleine piemels. Maar je hebt dus ook gewoon... De ene heeft een voorruit en de andere heeft geen voorruit. Je wordt gewoon geboren met een voorruit, hoor. Ja, maar sommigen hebben geen voorruit meer. Ja, dat zijn echt losers. Ik probeer er nu doorbraak te creëren. Afronden. Ik heb een lepel gebogen. Moet ik gellen? Moet ik gellen? Dat deed ik met mijn gedachten, hè? Mag ik een vaccinelichtje? Nee. Ik wil hem aanzetten. Godverdomme kutmes. Ja. Hoe heb ik dit voor elkaar gekregen? Dit heb ik gedaan, Ronald. Het is een gat aan de onderkant. Ik heb het al hard geschraapt. Bruh. Oh, het stinkt zo erg. Ik vind het gewoon normaal ruiken. Jij bent wel gewend, hè? Gore geurtjes. Hij is cute, hè? Ik noem hem Buddy. Is Buddy de pompoen.
Ja, wat ben je lekker bezig. Echt, hè? Oh, ik ben ook echt al heel lang niet zo geconcentreerd geweest. Bruh, godver. Al dat werk van niks trekt die hele kut-oog eruit. Hij geeft gewoon een knipoogje. Hoe de fuck maak je een goed rondje in het klote ding, hé? Je hebt een veel te groot mes, maar een kleine mes. Ja, maar die kleine is fucking kut, die breekt. Waar is het kutmes heen? Wist je dat je ook vaginale schimmel hebt? Ja, er zijn tering veel reclame zo. Behandelt vaginale schimmel snel en effectief. Vaginale schimmel is oké. Heeft u ook zo last van aanbijen? Oh, daar heb ik wel eens last van, ja. Ik heb daar nog nooit reclames van gezien. Nee, ik dus ook niet. Maar je hebt dus ook een zalfje voor. Ja. Ik dacht dat ik aanbijen had, maar ik had een darminfectie. Hapje. Neem eens een hapje. €50. Jerry zegt al de hele tijd stil. Ik verwacht nou echt iets zieks, hè, van jou hier. Ja, maar dat gaat ook, dat krijg je ook. Wat heeft Jerry gemaakt? Ik zie een gniffelende cameravrouw, dus dat zal vast goed zijn. Ja, dat is echt leuk, hè? Jezus, Ronald, die voor jou is echt gewoon... Wat zit je nou je pik op te trekken, joh? Wat, nee, wat is er? Nee, wat, dat is artistiek! Zeg het dan, artistiek! Wat, nee! Kapper hem af, doe het! Je wil afzeiken, zeg het nu maar. Nee, het is gewoon artistiek, er is niks mis mee. Gewoon die waardoek. Gewoon prima. En mijn doek is, ik maak donse pompoenen. Nee, ik ben nu met de doek. Oké, jongens, jullie hebben nog 5, 4, 3, 2, 1. En afpesten erop, messen neer. We hebben geweldig gewerkt, gepassioneerd gewerkt aan onze eigen pompoen. Ja, want het is natuurlijk oktober en in oktober is natuurlijk spooky maand. Oeh. En er is niks engers dan... Goeie pompoen. Oh! Zeg maar, pik. Heb je hem ook omgetrokken van je eigen of is het zeg maar... Nou, ik heb mijn eens vermenigvuldigd. Dit is zeg maar hoe ik graag zou willen dat mijn eens eruit ziet, maar weet je, een man mag dromen. Ronald, je hebt heel erg je best gedaan. Ik heb met veel struggle toch inderdaad mijn best gedaan. Ik heb mijn pompoen gebaseerd op Pascal's verhaal toen hij over vagina's praatte. En hij kijkt een beetje geschokt. Het feit dat je alle goor nog van binnen ziet hangen, zeg maar, maakt hem zoveel meer goorder. Zeg maar, ja. Het is echt een monster geworden. Is hij wel leuk? Ik geef hem wel 10 en 10 op spookschaal. Ja, hij is wel extra spook. Ja, dankjewel. Dus, ja, creatief op jouw manier, Ronald. Dank je, dat doet me goed. Ja, daar ben ik mee eens. Ik ben gepassioneerd bezig geweest met mijn project en ik ben er heel blij mee. Bro, ik had van die van jou echt zo'n tering veel verwacht. Zo lang mee bezig. Dit is minimalisme, ik wilde ook zoiets maken. Ah, ik moet wel zeggen, het is een mooi rondje. Ja, een schattig spook, ja. Dankjewel. Jones. Ja, ik wilde ook gaan voor het kleine gezichtje op een grote hoofd. En so I did. Look at my cutie boy! Ja, lekker blij. Ik vind hem niet zo origineel. Die van Jeremy is toch wel origineel. Ja, ik vind het wel na dat je die van Jeremy hebt nagemaakt. Ja, nou Pascal, best blessed. Ik denk oprecht als ik naar die van jullie kijk. Ik wil niet heel erg uit de hoogte doen, maar ik denk wel dat hij van mij erg pikt. Ik zie hem en het is niet waar. Dat is wel waar, gast! Die van mij heeft een realistisch pijnpontje. Bruh. Ah. Dus dat was het. En jouw heeft wel een neus. Ja, die van mij heeft op zijn minst een neus. En van die pompoen. En een mondje en ogen. Wat een hoofd hoort te hebben. Gebruik hem even, Pascal. Abonneer.